We binnen hier juist bij Pjutterbrattersplak de Woordpietjes in de Harkema. Deze locatie die werkt met een taalbeleid dat erop jochten is om het Friesk naast het Nederlands rom aan te bieden aan alle bijen. Dat is al te merken wanneer de ouders bij hun bijen binnenkomen. We begroeten de ouders en de bijen natuurlijk in het Friesk en daar ben ik mij in gesprek. Vervolgens dan gaan we ook even met de bijen in de kring zitten. En daar bieden wij de tweetalige versjes aan en ik tweetalige prentenboeken willen voorlezen. Dus op deze manier houden we de Friese talen in stand. Wij willen graag dat alle bijen de mogelijkheid krijgen om haar tweetalig te ontwikkelen. En het SFBO die kent begeleiding Jan op de werkvloer en dat past ik heel mooi binnen het taalplan Friesk. Vanuit SFBO kunnen consulenten meisjes op de werkvloer en adviesjan. Het is wel altijd maatwerk. Wij zien van wat er nodig is, wat er al dienen wordt en hoe we de taal nog meer plakjan kennen op de locatie. We hebben altijd rekening mee houden is van we met zwaaien dat er een soort aanbod Friesk is. Ik omdat minder hietstaal is en wat ik heel wichtig is dat taalafspraken maken worden. Zo van hoe brengen wij die taal? Waar broekt hokker taal? En op hokker momenten krijgt het Nederlands de naaiste plak. Ja, het werkje met een taalbeleid zorgt ervoor dat de bijen die al Friesk praten er een hele mooie basis krijgen. Terwijl de bijen die de Friesk net mee krijgen, die krijgen de Friese taal zo heel mooi bjatje in de wei van ons mij. Friese leerders die zullen de Friese taal consequent broeken. Het zijn de bijen, het zijn de collega's, echt zijn de ouders. De bijen die jaren dus een heel soort Fries. En op deze wijze willen ze onderdompelen in de taal en zullen ze dat heel makkelijk oppakken. Als ze twee taal leren, zijn ze makkelijker een tweede en een vierde taal leren. Maar daarnaast hebben ze ook een grotere wetenschap. Want ze kennen natuurlijk de woorden in verschillende talen. Naast dat voordeel is het ook heel fijn voor de sociale ontwikkeling. Zo zullen ze ook op lettere leeftijd voordeel ondervinden van haar tweetalige ontwikkeling. Ik vind het heel prettig om Fries te praten met mijn collega's en met de bijen en de ouders. Ik omdat dit een Friese omjouwing is. Het is leegdrempelig voor de ouders en voor de bijen. Dus dan haast een heel goed contact op deze manier. En ik de organisatie die... Die steunt dit en dat is heel prettig. Dus we zetten dit zeker terug op deze manier.